BNR Nieuwsradio. Paul van Liemt. Thomas Roelf schreef tientallen boeken waarin feit en fictie door elkaar lopen. Dat doet hij ook in zijn nieuwste boek, de 2e november, waarin hij de moord op zijn vriend Theo van Gogh als uitgangspunt neemt. Hij is hier bij mij te gast, Thomas Roelf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u schrijft vaker fictieboeken die op feiten zijn gebaseerd. Dat heet dan factie. Moeten we even duidelijk, precies, want het mooie vind ik ook als u erover schrijft en praat altijd, dat u zegt, kijk, dit zijn de feiten, dat is echt heel belangrijk, en dit dan weer niet, maar die feiten die moeten kloppen, daarna mag je er wat van afwijken. Waar mag je van afwijken? Wat mag fictie zijn? Wat mag fictie zijn? Nou, ik probeer altijd tegen te spreken dat ik het zou mengen. Het is hoofdstuk om noem ik dat altijd. In het ene hoofdstuk zijn de verzonnen helden aan de gang om de spanning, het drama te maken. In de andere hoofdstukken probeer ik zoveel mogelijk de feiten te hanteren en onbeschadigd naar voren te laten komen. In elk boek staat ook meestal een verantwoording. Ja. Dat zijn de feiten, controleer ze maar. Ja, en dit boek ook. De fictie is de speculatie. Ja, dat betekent dat inderdaad. Je zou het ook een vorm van vermenging kunnen noemen, maar een hele andere. Het is niet in hetzelfde hoofdstuk gebeurd. Dat is echt om en om. Je zou het boek bijna dus kunnen lezen. Dat je denkt, nou, ik lees alleen de fictie en ik lees alleen maar de. Ja. Dus als dat zou lukken, zou het heel mooi zijn. Ja, het gaat niet helemaal. Want je brengt natuurlijk af en toe ook wat fictie aan binnen de feiten. In dit boek over Theo van Gogh, de 2e november, waarop hij vermoord werd. Dat is nu weer kort geleden. Dan is het volgend jaar 10 jaar geleden. Wordt er ook een film gemaakt. Dan heeft u dit boek al geschreven. Ik neem aan met in uw achterhoofd, dit moet op deze manier een film kunnen worden. Dat je dus een boek heel anders schrijft. Ja, maar ik wist al dat het een film ging worden, daarom, inderdaad. Daarom. Dus dat is een aardige zekerheid. Dus je schrijft het hopelijk al wat filmisch. Maar ik weet nu al, dat is ook met de producent zo afgesproken, dat dit boek eindigt op de 2e november 2004, toen Theo vermoord werd. We beginnen, en dat is cruciaal eigenlijk ook in het boek, 1 week later. U herinnert zich nog toen een paramilitaire actie in Den Haag, waarbij de Hofstadgroep werd gearresteerd met veel lawaai en geweld. De producent overigens, Gijs van der Westerlaken. Sorry, ja. Die Theo van Gogh ook heel goed gekend heeft. Het interessante is ook in de verantwoording, schrijft u bij het boek, dat vlak voor zijn dood hadden jullie flinke ruzie met elkaar. Ja, zeker. En langer dan gewoonlijk. Meestal had je ruzie met Theo van Gogh. Maar dan stuurde hij een flesje wijn of een doos sigaren of weet ik wat, dat soort dingen meer. Maar dit betrof onze laatste film, notabene de moord op zijn vriend Pim Fortuyn weer. En ik vond, maar dat vond ook de producent en anderen, vond dat hij dat heel slecht had gemonteerd, ruwe versie. Dus ik heb hem toen een brief geschreven, niet alleen omdat hij in New York zat, maar ook omdat dat vaak beter werkte dan een directe confrontatie, waarin ik zei, die en die dingen moet je anders doen. Op de ochtend dat ik gebeld werd om 9:15 in Den Haag, waar ik woon, dat zeer waarschijnlijk het slachtoffer in die Leninstraat Theo van Gogh was, opende ik net een brief van hem, waarin hij zo ongeveer begint met, wees maar blij dat de Heere mij van jou verlost heeft. Dat bedoelde hij natuurlijk anders. Dank de Heere dat hij mij van jou verlost. Ja, dat is het. En wees jij ook maar blij dat. Ja. Typisch Theo van Gogh. Maar het was natuurlijk heel navrant. Wat een navrante samenloop, inderdaad. Idioot, want op datzelfde moment hoorde ik van mijn schoonzusje die bij RTL werkte, het is duidelijk dat het Theo van Gogh is. Ja, en het is wel zo. Jullie zijn heel goed bevriend geweest. Mensen die hem goed kennen weten dat het met Theo van Gogh vaak zo ging. Dat ging om en om. Vooral ook omdat hij vriendschap en loyaliteit, dat vond hij heel belangrijk. Dat hoorde bij elkaar. Als iemand een vriend is, dan ga je er niet feitelijk meer naar kijken. Maar dan denk je gewoon, wat hij ook doet is goed gedaan, omdat hij een vriend is. Ja, dat klopt. Maar ik heb direct na zijn dood een ander boek over hem geschreven. Laten we zeggen, een feitenboek. Dat heet Take Care, want dat riep hij altijd tegen iedereen. Ik weet niet of je dat weet, maar ja. En daar reken ik een heel klein beetje af met wat ik de Amsterdamse kliek rond Theo van Gogh noem. Ik ga hier nu geen namen noemen, maar iedereen kan er wel een paar verzinnen. Theo is te veel verwend geweest, heb ik al te veel op het schild gegeven. Zo goed was hij niet, zo prima was hij. En het tekent hem dat hij, die iedereen en alles bekritiseerde, zo verschrikkelijk slecht tegen kritiek kon. Ja, het belangrijke is inderdaad, in dit boek, daar gaat het over dus, wie zat er achter de moord op Theo van Gogh? Daar gaat het ook over complotten. En er is ook nog zo'n wedstrijd tussen Theo van Gogh en Thomas Ross. Wie is het de grootste complotdenker? Dat is duidelijk Theo van Gogh. Ja, Theo was totaal paranoïde af en toe. De film die wij schreven of samen hebben gemaakt, zo, naar mijn boek De 6e mei 0605, dat gaat over de moord op Fortuyn. Ja. Theo wist zeker, kon het natuurlijk niet aantonen, dat koningin Beatrix samen met Wim Kok, meen ik ook nog, en Ad Melkert opdracht had gegeven aan de AIVD om Volkert van der Graaf zijn gang te laten gaan. Ja. Dat wist hij zeker. Beatrix, omdat ze natuurlijk nooit elke maandagochtend met een kale, homoseksuele, republikeinse, ijdele nicht aan tafel wilde zitten. Ja. Wim Kok, omdat de Partij van de Arbeid ongeveer gehalveerd was ten gunste van Pim's LPF. En Ad Melkert natuurlijk vanwege, iedereen zal dat nogal weten, dat interview toen, of dat panelgesprek waarbij Fortuyn hem afmaakte. Maar dat wist hij dus zeker. Dat is echt complot. Maar het andere complot, denk ik, het interessante complot, denk ik, komt in dit boek ook in naar voren. En dat speelde toen in die film natuurlijk ook. En dat is een belangrijke. Namelijk, moeten we toch even in herinnering roepen, dat verhaal over de JSF. Hoe zit dat nou precies? Ja, het vreemde was,
dat Pim Fortuyn mordicus tegen de aanschaf van de ESF was. De kans was groot geweest dat hij ook premier zou zijn geworden na de verkiezingen in 2002 toen. De LPF was dus ook, want dat was altijd het lijntje met Pim, net zoals met Wilders, de LPF gehoorzaamde. Het vreemde is dat Pim Fortuyn, daar heeft Mat Herbe gelijk in, hè? Mat Herbe spreekt mij liever niet, maar op het laatst van zijn leven, de dag voor de 6e mei, heeft Pim gezegd, nou ja, als het dan in de begroting past, dan moesten we dat maar eens overwegen. Ja, dat zei hij in een interview op Radio 1, maar dat is ook heel raar waarom hij dat zei. Op dat moment opeens. Al die maanden volgehouden. Nog vreemder vind ik het eigenlijk dat toen hij Leefbaar Nederland nog deed, een paar maanden daarvoor, eind 2003, meldt een man zich aan om daar kandidaat Kamerlid te zijn, Mat Herbe. En Pim Fortuyn zegt, deze man wil ik niet. Twee maanden later neemt hij notabene aan als woordvoerder. En hij zet hem op nummer 6 van een lijst van 50 kandidaten. Dat is uiterst vreemd. Hoor. Ja. Nu weten we dat Mat Herbe zeer pro is, die nog, want hij is nog steeds consultant. Pro-JSF is, pro is de, je weet, Pim Fortuyn wilde de landmacht afschaffen, wilde de luchtmacht afschaffen. Ja. Eigenlijk wilde hij alleen nog maar een schip met leuke matroosjes voor zijn eigen deur, geloof ik. Dat was het idee, dat had hij dat toch was, wel, dat hij wel behoefte aan. Ja. Dus zo vreemd is dat. Nog vreemder vind ik het dat Pim is dood. Het kabinet aarzelt, zullen we verkiezingen doen? Ze doen het toch op 15 mei 2002. En daar is lijsttrekker van de LPF Mat Herbe. Nou weet ik wel dat er een zootje ongeregeld op die hele lijst stonden, maar er zaten er ook mensen bij als Jim Jansen van Rai, hij mag te veel drinken, maar toch een geroutineerd Europarlementariër. Ja. Ferry Hogendijk, kun je ook. Heel vreemd dat Mat Herbe daar één was. Twee, daarna wordt er gestemd in de Tweede Kamer, anderhalve maand later, over de aanschaf van de JSF. En op twee na stemmen 26 fractieleden van de LPF voor aanschaf van de JSF. En maar roepen het lijntje met Pim, dus het is... En Mat Herbe heeft natuurlijk voortdurend weggelachen. Ook in interviews als hij daarover gevraagd werd. Dat is logisch, dat hoort dan ook bij die rol dat je dat gaat weglachen. Maar nog steeds is het onopgelost. En nog steeds, wat is u eigenlijk, wat vindt u? Denkt u nog steeds dat er genoeg aanwijzingen zijn om te vinden dat Mat Herbe een belangrijke rol speelt? Dat, je moet als politicus niet chantabel zijn, maar hij wist dus iets van Pim Fortuyn. Ja, want hij riep dus tegen de commissie, hè, van Leefbaar Nederland. Pim Fortuyn is chantabel. Wilde nooit zeggen wat het is, heeft het later ontkend. Maar de mensen van Leefbaar Nederland, mensen als Henk Westbroek, Broosen en zo, zeggen gewoon, hij zei het wel. Daarom willen ze hem ook niet. Ja, het is altijd zo moeilijk om over mijn boeken te praten, want je gaat zo gauw de plot weggeven. Moet je niet doen, want ik wil dat nog is dat heel, het dat is heel erg link om dat te doen. In maar Theo, maar was, heel Theo was, toen wij de film monteerden, waar die ruzie over ging, was hij al bezig om aan te tonen dat Mat Herbe, dat beweerde hij bij Hoge Meerlaag, een infiltrant was namens of de AIVD of de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, met de opzet om de boel uit te hollen met bepaalde dossiers waarmee je LPF mensen, en dat was niet zo moeilijk, zou kunnen chanteren. Er zat nogal wat tuig onder, zal ik maar zeggen, toch? En dat zou dan volgens Theo de omwenteling hebben betekend voor de JSF. Later komen daar mensen in het bestuur, notabene de ex-directeur van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, meneer Sleeswijk-Visser, heel vreemd, een generaal buitendienst. Ja. Pim draait zich echt om in het graf, hoor. En een hele knappe, als het een operatie zou zijn geweest via wat ik min of meer suggereer in het boek van de IVD, is het een hele knappe, want de LBF bestaat niet meer, heeft zijn functie gehad. Straks spreek ik met Thomas Ros over de opvolger van Thomas Ros. Want die onder de noemer Thomas Ros Crime begeleidt misdaadauteur Thomas Ros aanstormend talent bij het uitbrengen van een boek. Hij heeft zelf dus het boek geschreven, Thomas Ros, de 2e november. Wie zat er achter de moord op Theo van Gogh? En ja, ik zou bijna zeggen, het is te verleidelijk om niet te verklappen hoe het afloopt. Maar dat is echt te flauw. Dat gaan we niet doen natuurlijk. Dat gaan we zeker niet doen. Nee, dat is ook bijna zonde van die bijna 400 pagina's. Kom op zeg. En de film dan ook nog volgend jaar. Dat gaat allemaal door. En televisie. En dus televisie de bioscoop release. Dit plan is het nogal stoutmoedig om het als openingsfilm te hebben al. Dan gaan we heel snel draaien in Utrecht volgend jaar september. En dan op televisie in twee delen. Op 2 november volgend jaar, dan is het precies 10 jaar geleden. 2 en 3 november. Ja, ik zou bijna zeggen dat is een van de tips die je dan geeft aan aanstormend talent. Maar zover is het talent nog niet, hè, dat je dit allemaal bij elkaar moet gaan doen. Het talent, dat wordt iets heel anders. Hè. Thomas Ros gaat onder de naam Thomas Ros Crime jong talent stimuleren. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, de eerste wordt ook volgende week al gepresenteerd. Daar ben ik heel trots op. We hebben een schrijfwedstrijd gemaakt, daar is veel op binnengekomen. Maar je weet, bij uitgevers komen altijd allerlei manuscripten binnen. Meestal is dat 1 op de 1000 dat je denkt, nou, dat zou wel eens wat kunnen wezen, en de anderen krijgen al een briefje terug. Ja. Maar tot mijn verbazing, toen ik er vorig jaar mee begon bij de bezige bij, de uitgever, kwam ik 2 manuscripten tegen waarvan ik dacht, goh, als je dat edit, dus dat is toch wat herschrijft, een betere plot bedenkt, samenwerken, dat soort dingen meer, kan het een heel goed boek worden. Dat boek heet Versleuteld, gaat over Pearl Harbor. Het is allemaal een beetje in mijn lijn, want anders moet ik mijn naam er niet aan geven. Dus het is niet inspecteur Snuf op zoek naar het lijk van de weduwe spruitjes in de Elandse Darstraat of zo. Ook leuk. Het moet iets meer hebben van wat we net hadden, factie, geschiedenis, financiën, juristen. En daar komt heel veel op binnen, moet ik zeggen. Dat is en zeer de moeite. Liefst toch ook met een complottheorietje erin, of niet?
Ja, dat is bijna wel een... Ja, het is een voorvaardig. Ja, ja, toch wel. Maar daar zijn er nog tal van. Ik zou bijna zeggen, gelukkig maar. Dankjewel, Thomas Ros. Zijn laatste boek heet dus de 2 november. Dankjewel. Echt.